Maar Johan, zou het niet veel makkelijker voor hem zijn om regelmatig een half uur bij Feyenoord in een goede ploeg mee te doen dan in een ploeg waar je tegen haar zit goed trouwens. Zou jij... Nee. Ja, jouw haar ook trouwens. Maar is dit, even serieus, is dit een haarstukje? Nee, maar nee. Jij hebt jarenlang een Coupe Soleil gehad en nu heb je hier een kastanjebruin. Dat is wel raar. A, is dit mijn eigen kleur? Ja? Eindelijk. Eindelijk, ja. Zou jij ook een keer moeten doen, Johan? Is dit echt je eigen kleur, Hans? Dit vind jij nee, lekker, zonder te liegen? Nee, hier zit een spoelentje in. Ja, ja, ja. Jawel, joh. Ah, wel waar, joh. Je zit hier in de zaal, kijk maar bij één iemand een spoelentje in. Bij je wenkbrauwtjes. Present. Hey, Hans, zijn er bakkenbaarden? Jij bent de enige man van middelbare leeftijd naast Wilfred die geen enkele grijze haar heeft. Nou, het begint een klein beetje te komen, maar Sophie zegt van, doe het lekker kort. Ben je bij de dorpskapper bij jullie geweest of zo? Het is zo vierkant afgehakt. Nou, heb jij geen enkel recht van spreken, moet ik erbij zeggen. Je hebt geen enkel recht van spreken, maar even...